Yo, kijkers van GXL, welkom bij een nieuwe video en een nieuwe serie. Ja, dit is Missing YouTube en ik ben hier vandaag niet met Ties. En Nee, grapje. Ik ben hier vandaag met Ties, want wij zitten hier samen in als enige in de server nu nog. Hé, wat hoor ik nou? Een nieuwe intro? Wat? Ja, ik word gepest dat ik game prot XL zeg. Doe ik ook nog eens een keer mee in de video. Klinkt een hele andere intro. Ja, maar goed, tja, waar zijn we? What the fuck? Ja, dit is Missing YouTube. En nu kunnen jullie allemaal denken van, what the fuck is Missing YouTube? Je kan het waarschijnlijk al gezien hebben op Ties Games. Daar is een uitlegvideo op geweest. En als je het nog niet snapt. We kunnen nog redelijke uitleg geven in deze video. Ja, nou even kleine uitleg. Moet ik het doen of jij? Doe jij maar, want ik ben niet zo goed in het uitleggen. Nou, Missing YouTube. Waarom doen we eigenlijk een nieuw project? Nou, ten eerste, Mindtopia was gestopt, dus we zochten eigenlijk een nieuw project. Ik ga trouwens even wat resources minen, want we zijn nu hier bij het huis van Ties. En ik ga even mijn huis verder opbouwen. Maar ga maar verder met het verhaal. We wouden dus ook een project waar we gewoon met z'n allen gewoon samen konden survivalen. Want dat hadden we niet. We hadden King was, maar dat is geen survival. En dan zitten we in een storyline. En we hadden natuurlijk Mindtopia, maar dat is gestopt. Maar dat was ook niet echt survival, want er was oorlog in. En ja, dat we hadden allemaal projecten. En nu hebben we dus dit een beetje zo gedaan. En gewoon om samen gewoon te survivalen. En ja, dat is eigenlijk gewoon een doel. Klopt, want we hadden vroeger ook Survival Island en toen survivalden we ook en nu hebben we Skyblock. En ja, maar dat is survival met z'n tweeën, weet je wel. Ja, dat was alleen met z'n tweeën inderdaad. En nu komen er dus nog meerdere mensen bij, degene die willen joinen. En je moet het ook vragen aan ons als je erbij wil, toch? Doe maar niet vragen. Nee, niet vragen. Invites doen we later na nog wel, maar spammen om erin te komen, dat heeft echt geen zin. We zoeken gewoon YouTubers eigenlijk. Ja. Maar goed, ga door. En later misschien ook kijkers, toch? Ja. Ja, kijkers. En ja, het is in de map van Nederland. Mm-hmm. Dat had je volgens mij net al gezegd. En dat was juist het leuke. Nee, dat had ik nog niet gezegd. Oh, nou ja, het hele project is in de map van Nederland. Dus het is niet gewoon een random Minecraft seed. Ik zal trouwens nu de map van Nederland even in beeld laten tonen. Wedden je vergeten te wedden? Wedden van niet? En ja, misschien kan ik wel eventjes hier een stuk laten zien. We zitten nu volgens mij ergens in Zuid-Holland. Dicht bij mijn woonplek, want volgens mij als je die kant oploopt, ga je naar mijn woonplek. En als je helemaal die kant oploopt, ga je naar Ties' woonplek, maar dat is nog wel een eindje lopen. Dat is nog heel ver lopen. Ja, want Nederland is gewoon redelijk groot gemaakt in deze map. Mm-hmm. En het is niet maar een klein dingetje. Nee, klopt. En misschien kan ik even hier op de uitkijk gaan staan. Ik heb mijn renderstack even wat hoger. Ja, geef ze eens een kleine rondleiding van wat we tot nu toe hebben. Want we hebben nou al eigenlijk één speciaal punt van de hele serie hebben we nu hier al. Een plekje waar we eigenlijk gewoon wel een emotioneel plekje. Kom je even? Heb je het over de bloem? Ja. Ik kom eraan. Waar is de bloem? Oh, daar is de bloem. Kijk hier. Hij staat ook echt zo mooi daar. Oh, dit zou er verder uitzien met shaders zo. Die zon zo door die bloem heen. Oh zo. Ja, klopt. In ieder geval, dit is dus de bloem. Leg eens uit, wat is dit voor bloem? Dit is de bloem die jij mij gaf en die niet lief je. Ja, dit is de bloem, de eerste bloem die ik Ties gaf in de serie. Dus het is heel belangrijk en deze bloem weg ermee. Wat nou, grap, man? Grapje. Die is nooit weg geweest. Dit is een heel belangrijk plekje. Ja. En trouwens, ik heb nog wat vragen. Willen jullie dat ik dit met facecam doe of niet? En met shaders ga ik waarschijnlijk niet doen. Maar met facecam, laat even achter als je dat wil. Mm-hmm. Even kijken. Ja, hier hebben we mijn huis nog een beetje, man. Ja, we zijn hier nu bezig met Ties' huis, maar misschien kunnen we even wat stuff pakken. We hebben een voedselprobleem. Ja. Oké, waar dacht jij dat ik mijn huis kon bouwen? Ja, dan moeten we nou even goed samen gaan kijken. Ja, wat heb jij voor voorkeur? Ja. Je beneden misschien aan het water of zo. Ja, alleen als ik zo in het water. Ja, dat is moeilijk, want ja, misschien het is hier natuurlijk zo ergens aan de andere kant van de berg dat we zo'n doorloophuis hebben. Hierna. Oh ja, dat we zo'n tunnel tussen het huis hebben of zo. Ja, dan kan je zo via een deur helemaal door de berg heen. Ja, klopt, want wat we natuurlijk uiteindelijk hier willen bereiken is gewoon dat dit hele eiland is volgebouwd met huisjes van YouTubers. Dat lijkt ons in ieder geval wel heel vet. Ja. Wacht, wat we dan het beste kunnen doen is gewoon die tunnel hier verder graven en dan kijken waar we uitkomen en dan wat dat.
Ja. Of niet? Ja, oké, okay, dan gaan we even hier verder minen. Of weet je wat, dan doe ik dat wel. Dan kan jij ondertussen hier wat meer de omgeving laten zien aan je kijkers. Ja. Even kijken dan. Oh ja, ja, dan ga ik even de omgeving laten zien. Oh jongens, het is wel laat. Wij moeten nooit laden opnemen. Nee. Nee. Dan moeten we eigenlijk doen. Even kijken hoor. Jij komt nu. Hier zo, hier zo. Ja, ik weet niet hoe ver het nog is. Geef me, sta je naar boven me? Het is nog een paar blokjes. Even kijken. Je zit hier volgens mij precies onder me. Dus als ik hier zo ga mijnen. Oh, ik zie de deur al. Oh ja, volgens mij ben ik er echt bijna nu. Ja, je bent er bijna. Is het een mooie plek? Is het een... Ik mijn nu of... Ja! Ja! Oké, okay, dat is niet zo lang. Oh, dat valt nog wel mee. Oké. Oh, dit is een beetje hetzelfde gebiedje als wat ik heb. Klopt. Dus als we het gewoon hier een beetje wat kaler maken. Ja, klopt. Dan ga ik dan even... En het wat vlakker, want anders kunnen we niet zo goed bouwen. Ja, of tegen de berg aanbouwen. Dat ga ik in ieder geval doen. Ja, ik ga hier even wat boomzakken zodat we wat ruimte krijgen. Ja, ga ik ook even doen. We hebben sowieso veel hout nodig, want we willen hier heel veel gaan bouwen. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. Ja. Kijk eens zo. Hartstikke. Dit weg. Nice. Oké, en binnenkort gaan er natuurlijk ook nog veel meer YouTubers meedoen. Dus bijvoorbeeld Alex of zo. In ieder geval, we beginnen met leden uit de Teach Games crew, denk ik. Ja. En later nou ook nog meer mensen die nog niet zozeer in de crew zitten. Of gewoon andere YouTubers. Ja. Kijk hoor. Even kijken, waar is het huis? Oh ja, hier. Oké. Of het huis. Ja, dit moeten we even wat plat graven, denk ik. Even gewoon dat je hier een beetje een beginnetje hebt, weet je wel. Oh ja. Die leaves moeten inderdaad ook allemaal even weg. Ja, maar dat gaat vanzelf als het goed is. Ik heb hier 10 dirt. Even kijken, en dan... Hier komt het uit, dus... Hier zo... hier, pak mijn spray maar. Oh, nice, oké. Moet dit hier aan gelijk? Nee, ja, nee. Kijk. Wat jij wil, joh, het is jouw huis. Ik breid het hier even uit. We kunnen het ook zo verhogen, ja, precies dit. Even kijken, oh. Au. Zo. Oké, dit wordt aardig nice. Nu moet ik eigenlijk even terug. Dan heb je in ieder geval al een beetje een begin. Oh, hier wil je speet? Ja, kom maar. Alsjeblieft. Okay, dan ga ik nog even verder met boom hakken hier, want ze zijn een beetje irritant. Oh, het wordt alweer nacht, joh. Holy Klopt. Shit. Ik ga hier nog even wat dingetjes... Oh, volgens mij zijn dit rozen, want ik had dus in mijn aflevering een ander raad ding gevonden. Ja, dit zijn rozen. Ja, ik speel nu met mijn eigen texture pack, dus is het ook anders dan John Smith. Ja, en daar heb je die gele bloemetjes. Trouwens, als jullie willen dat ik in een andere texture pack speel, in plaats van John Smith, in plaats van dus bijvoorbeeld gewoon de normale default research pack. Of dat is eigenlijk geen research pack, maar gewoon de normale. Mm-hmm. Ja, ja. Moet je dat ook even achterlaten. Want dat is altijd wel leuk. En dat is echt gewoon het oude Minecraft gevoel. En misschien dat ik dat ook gewoon wel later echt ga doen. Ja, alleen maar ik ga eens even kijken hoe dit eruit ziet met de Dat is helemaal niet zo heel lelijk. Dat is best wel leuk. Ja, omdat je daar nooit in speelt, is het natuurlijk best wel... Ja, het is heel anders. Het is echt heel erg wennen. Ja. Het was iets van vroeger. Omdat mijn PC kon toen geen research packs aan. Ik ook niet. Dat was het slechte. Nou, is dat beter. Oké, even kijken. Wat wil je nog doen? Misschien hier nog even... even kijken. Ik ga even verder met boompjes hakken hier. Ja. Ik ben ook benieuwd hoeveel likes de mensen kunnen halen. Want dan kunnen we alweer het hele zeikverhaal van motivatie, dit, dat. Maar likes motiveren gewoon. Onder survivals op de een of andere manier. De views blijven hetzelfde, maar de likes zijn veel minder. En ik snap niet waarom dat is. Dus laat gewoon lekker een like achter. Even kijken. Zo. Ja, dit is iets anders dan normaal survival. Dat is natuurlijk veel gezelliger. Ja, het klopt. En je hebt meer kans om mee te doen. En je kan heel veel abonnees dan. Ja, daar gaat het ook om voor sommigen. Nou, voor sommigen wel waarschijnlijk. Maar ja, dat snappen we ook wel, weet je. Iedereen wil sowieso een abonnees hebben als hij YouTube doet. Zo. Hey, hoe ver wil je dit uitbreiden? Niet dat we dadelijk zo'n mega grote penis hebben. Ja, nee, dit is wel... Oké, als je dan op een penis vindt lijken, dan... Nee, ja, dit is ongeveer wel zo goed. Ik denk dat we hier... gewoon nog even de eerste paaltjes. Dat kan jij beter doen, want jij bent beter in bouwen. Oh, epic jump map ook, kut. Pak dit maar. Wil je mijn huis gaan nabouwen, vieze nakken? Oké, sorry. Nou, hoe wil je huis hebben dan? Maak maar wat leuks. Ik ga nog even boom hakken. Oké, dat gaat nooit goed. Nee, maar ja. We zijn benieuwd. In hoop van zegen. Oh, je hebt echt veel hout, joh. 1, 2, 3.
Hartstikke mooi. Oké, zo. Dit een beetje goed? Ja, dat is wel een leuk doorloophuis zo, hè? En dan kan ik het nog verhogen. Oh, en dan kan je hier zo dit zo weggraven. En dan heb je hier zo'n glazen ding. En dan plaats je hier zo zo'n bed. En dan word je wakker en dan... Ja, en dan doe ik zo twee dingen door deze muur. Ah, oké, ik heb helemaal dingen. Maar in ieder geval, ik denk dat dit het wel weer was. Voor deze aflevering. Yes. Ja. Laat je mening achter. Abonneer op T-Scams, abonneer op T-Scams. Oké. Waarschijnlijk hadden ze het al lang gedaan, joh. In ieder geval, als jullie dit een leuk project lijkt, of in ieder geval als jullie er zin in hebben, laat sowieso een like achter. Het is natuurlijk een nieuwe serie, dat is voor ons heel motiverend om dan gelijk veel likes te krijgen. Ik ben nu niet een likesmaker, in ieder geval. Nu. Zijn we wel, maar goed, boeien. maar in ieder geval, ja, abonneer op T-Scams. Link staat in de beschrijving als ik het niet vergeet. En ik zeg later. Later!